Nou, goedemorgen. Hier zit ik dan in de auto, want het regent echt dat het giet. En nu is het heel eventjes droog en ik moest nog wat spullen terugbrengen naar de kringloop. Maar daarna ga ik naar de HEMA taart halen. Ik heb feest. 2000 abonnees dankzij jullie. Dus super bedankt, maar ik had taart eten. Nou, hier is hij dan, de taart voor 2000 volgers. En als jullie je afvragen waar de 2 is, ja, die heb ik bij de HEMA laten liggen. Per ongeluk heb ik alleen maar de 3 nullen meegenomen en niet de 2. Maar dat maakt niet uit. Ik ben er alsnog ongelooflijk blij mee. Ik ga taart eten. Dankzij jullie dus heel erg bedankt. Want anders zonder jullie had ik het nooit voor elkaar gekregen uiteraard. Maar heel erg bedankt, pensionado en ik gaan aan de taart. Goedemiddag, leuk dat jullie weer kijken. Ik ben Corrie en ik vertel elke week iets over mijn leven, kleur, kleding, lifestyle en kringlopen. En dit is echt zo'n vakantiefilmpje. Ik ben met pensioen, dus ik heb niet echt meer vakantiegevoel nodig. Maar dit is toch een vakantietijd en ook het gevoel dat je andere dingen doet dan anders. Dat is ook letterlijk zo, maar net iets anders doet dan anders. Dus dat je weken er anders uitzien. En ik denk, oh, misschien is het leuk om te vertellen over wat ik draag in een week en wat ik doe in een week. En dat ga ik dus eigenlijk deze week vertellen. En ik ga vertellen over een leuke ontmoeting met Julia. Julia die had contact met mij opgenomen. Maar dan vertel ik, ga gewoon beginnen aan het begin van de week. Het is nu vrijdag, het is nu eind van de week. Dus ik vertel aan het begin van de week wat ik allemaal doe. En een foto erbij van de kleding die ik draag. En van wat het gekost heeft. Hè? Want daar gaat het dan ook soms een klein beetje over. Nou, maandag dan draag ik dus dit. En dat is een rok met rozen, met bruine rozen. Een hemdje en een jasje. En die rok die heb ik gekocht bij Think Twice in Antwerpen. Het topje, dat zijn eigenlijk dingen die koop ik nieuw in een winkel. Omdat die in de kringloop dikwijls niet mooi meer zijn. Dus dat is eigenlijk ondergoed. Dit soort topjes, wat dan ook een beetje tot ondergoed hoort. Sokken, schoenen, dat koop ik nieuw. De rest komt allemaal van de kringloop. Of ik moet het nog gehad hebben van voordat ik continu kringloopte. Er zijn een paar dingen die ik misschien nog had van die tijd. Maar vandaag, of de maandag, had ik dus dit had ik aan. En de sieraden zijn allemaal van de kringloop. De riemers van de kringloop. Nou, alles. Alle accessoires, ook kringloop. Dus die rok heeft 4 euro gekost. Het jasje heeft geloof ik 5 euro gekost. Die riem, dat weet ik niet meer. Die kettingen, dat is ook natuurlijk een paar euro. En zo'n topje erbij, ja. Nou, laat het is 20 euro zijn geweest. Al met al, exclusief schoenen. Dan houdt het echt wel op. Meer is het echt, maar het is minder. En ik, die dag moest ik opnieuw een filmpje maken. Een filmpje wat uit zou komen, dat door omstandigheden lukte dat niet, het accessoire filmpje. En toen moest ik ineens een heel nieuw filmpje gaan maken. En dat lijkt dan van, ach, zo'n filmpje duurt een kwartier, 20 minuten, zoiets, dat valt toch wel mee. Nou, daar zit heel veel werk in. Dat is geen klaagverhaal overigens, want ik doe het heel graag. Maar het is even om uit te leggen hoeveel werk erin zit. Als iemand het mij vraagt, van hoeveel tijd ben je daarin kwijt? En dat is dan inclusief ergens filmen, het uploaden, het editen, het uploaden op YouTube, een thumbnail maken. Dus dat is het eerste fotootje wat jullie zien. Al die dingen doen, dan gemiddeld ben ik ongeveer 10 uur per week daarmee bezig. Dus dat is best wel heel veel. En net zoals Bram de Wijs, die doet het elke dag. Nou, hoe hij dat doet, weet ik niet, want daar, dat zou ik toch heel heftig heel veel vinden. En ik vind zo'n één filmpje 10 uur, nou, daar doe ik het voor. Daar doe ik het voor. Dat is gewoon leuk om te doen. Dus ik ben daar best wel een flinke tijd mee bezig om dat voor elkaar te krijgen. En het ene filmpje kost natuurlijk 5 uur en het andere film kost 20 uur. Dat wisselt ook heel sterk. Maar zo'n gemiddelde van 10 uur per week ben ik er wel mee kwijt. Dus dat deed ik op maandag. Ja, dinsdag ging ik sporten. Ja, ik heb dat meer gezegd. Ik vind daar weinig aan. En ik was eigenlijk al een week of 4, 5 niet geweest. Omdat ik een blessure had aan mijn arm en aan mijn schouder. En nou denk ik, ik doe een beetje rustig aan. En ook was het in die tijd best wel heel heet. En als je dan een astma-patiënt bent en je hebt heel veel last van allergieën, dan
ademt dat niet lekker door. Dus daarom was ook wel een beetje een excuus, moet ik zeggen. Tenminste, het was een beetje de combinatie bij elkaar. Dat ik dacht, laat ik het even een paar weken rustig aan doen. Maar nu dacht ik, ik moet toch weer eens gaan. Je hoort het al, het moet erin. Ja, ja, ik heb die genen niet, maar ik ga wel. Maar ik zal even de outfit laten zien die ik dan aan heb. Nou, dat is een broek en die heb ik nog ooit eens gekocht. Dit is een broek van Studio Analoes. En ik weet dat ik hem meer dan 5 jaar heb. Ik denk 1 jaar of 7. Toen ik 5 jaar geleden naar Nicolette ging, mijn vriendin in Noorwegen. Toen had ik die broek namelijk ook aan. En nu, dus die broek ook, gebruik ik hem als sportbroek. Het topje, dat is gewoon een t-shirtje van Vindingrijk, geloof ik, dat koraal t-shirtje. En het sportvestje is ook van Vindingrijk, heb ik daar ook ooit gekocht. En de sportschoenen, de sneakers draag ik niet voor normaal, zijn echt alleen voor het sporten. Die zitten, dat ik flinke zolen heb erin, dan schiet je er heel makkelijk uit. Dus die draag ik nooit voor normaal, dat kan ik gewoon helemaal niet. Maar dit was mijn outfit van de dag en heb ik toch heel, heel netjes gesport. Ik was wel een beetje blij met mezelf, eerlijk gezegd. Nou, woensdag was een hele andere dag, want mijn dochter die had gevraagd of ik haar mee wilde helpen de kledingkast uitruimen. Want zij heeft kledinggenen, net zoals ik. En ze bewaart heel veel. Ja, ik gooi iets makkelijker weg of ik doe het makkelijker terug naar de kringloop of zo. Maar zij bewaart ook echt heel veel dingen nog van heel lang geleden en ze slijt geen kleding. Dat doe ik wel. Ik slijt echt kleding, slijt ook echt schoenen, maar zij niet. Ik snap dat ook niet. Pensionado doet het ook niet. Slijt ook geen kleding. Maar ik wel, bij mij slijt het gewoon. Ook van de kringloop slijt het gewoon. Dus dat is af en toe wel eens makkelijk. Maar zij had dus kasten vol met kleding. En niks om aan te trekken natuurlijk. Maar ook dat ze zei, er moet eens een keer flink doorheen geroust worden. Dus dat heb ik die dag gedaan. En ik had deze outfit aan. Die zal ik eerst eventjes laten zien. En dat is een rok. Die heeft kringloopvriendin voor mij gekocht bij een challenge. En een topje. Die ik nu ook aan heb volgens mij, maar anders een gelijksoortig topje en een jasje ook van de kringloop en daarbij een riem van de kringloop, kettingen van de kringloop en ja, dit zit gewoon heerlijk. Die rok zit fantastisch, gewoon, het geheel is leuk en ik krijg daar eigenlijk continu complimenten over. Zodra ik het aan heb, dan zegt iemand, oh, zie je er leuk uit, oh, wat een leuke rok is dat, oh, echt leuk. Dus daar ben ik dan natuurlijk altijd wel heel erg blij mee. Maar dit was dus de outfit van de dag. En nu zien jullie mij nog eventjes wat ik gedaan heb daartussendoor dus inderdaad bij het kledingrek. Dus ik heb eigenlijk alle kleding uit de kasten gehaald, gekeken van nou wat mag weg, wat zit niet lekker meer, wat is een beetje uit de tijd of wat heeft zijn tijd wel gehad. En dan is er denk ik 3, 4 volle vuilniszakken en er was er nog meer dan genoeg in de kast, maar de kasten zijn nu wel keurig netjes opgeruimd. En toen ik dat gedaan had, heb ik dus setjes gemaakt. En zie jullie hier ook nog een paar foto's van. Zo van dat ze. Want ik kan het voordoen en zeggen, oh ja, leuk setje. Maar dat onthoud je niet. Dat weet ik van mezelf ook. Dan denk je, oh, dit is zo leuk, dat onthoud ik wel. Nee, dat onthoud je niet. En dat is het voordeel van een mobiele telefoon natuurlijk. Hè. Kun je al die foto's opzetten. Mapje. Tenminste, ik heb meerdere mapjes. Mijn mapje fashion. Hup, er zijn al die foto's in. En dan denk ik, oeh, dat kon ik wel eens aantrekken op een dag dat je niet geïnspireerd bent. Maar dat was dus mijn dag, of onze dag, want pensionado ging ook mee, naar mijn dochter in Utrecht. En toen kwam de donderdag. En de donderdag was eigenlijk een hele leuke dag. Ik had een mailtje gekregen van Julia. En 2 weken geleden, denk ik zo'n beetje. En zij, zij vertelde dat zij mij volgde op YouTube en dat ze dat ook heel leuk vond. En ze vertelde over zichzelf, wat ze deed, maar ook wat haar hobby was. En haar hobby was eigenlijk altijd dingen beschilderen, kastjes veranderen. En in dit geval, op dit moment, was het haken waar ze mee bezig was. En ze vertelde ook, en ik zag het ook helemaal voor me, van ja, op een gegeven moment ben je natuurlijk uitgehaakt. Hè? Je kunt maar zoveel dingen in je huis kwijt en je kunt er maar zoveel mee doen of zoveel aan je vrienden, vriendinnen geven. Dus ze had toen een Instagram-account gemaakt om die spulletjes te verkopen en ook op een markt gestaan om die spulletjes te verkopen. Maar ze vroeg van, goh, dus stelde ze een deal voor van, ik maak iets voor jou of jij krijgt iets van mij en dat noem je mij in jouw vlog. En nou ja, ik vond het heel leuk idee en het was ook de tone of voice, want het was een erg aardig mailtje. En ik dacht, nou, dat wil ik wel eens uitproberen. En ik had ook al wel een idee, dus wij hebben elkaar ontmoet.
bij Bagels & Beans in Breda, want ze woont ook in Breda. Dat maakt het wel een stuk makkelijker, eerlijk gezegd. En nou ja, we hebben zo'n beetje over kringlopen gepraat natuurlijk. En wat je dan zo'n beetje doet, want ze zei, ik haal al die spulletjes eigenlijk bij de kringloop. En nu gaat zij voor mij iets maken. Ik weet nog niet precies hoe het gaat worden, maar het is in ieder geval een kledingstuk. Maar ik heb haar de vrijheid, ik heb gezegd wat ik graag wilde. En ik heb haar de vrijheid gegeven hoe ze dat dan verder doet. En we hebben het over de kleuren gehad uiteraard. En nou ja, dat gaan we dus zien. En jullie zien nu een heel klein stukje hoe de ontmoeting zo'n beetje verliep. En dan komen we aan bij de vrijdag en dat is vandaag. En vandaag heb ik dus vanmorgen eerst foto's gemaakt en ik ben nu het filmpje aan het maken. En vanmiddag ga ik met kringloopvriendin kringlopen, want zij was namelijk op vakantie in Frankrijk. En ze is nu terug en ze zei, ik heb zo'n zin om te kringlopen. En ik, oh, heel gezellig. Dat ga ik dus vanmiddag doen. En ik heb, zoals jullie zien, nu een soort bomber aan. Ik zet een foto erbij. Van de kringloop, van Think Twice. Ik heb een broek aan, die heb ik vorig jaar gekocht bij Zalando. Want dit soort broeken draag ik graag in de zomer. Maar die kun je in de kringloop eigenlijk niet vinden. Dus die heb ik aan en een topje erbij. En ik heb een mooi kettingje ook aan. Maar dat is gewoon zo'n heel dun, zo'n fijn kettingje. Maar dat is het dus eigenlijk. En dat ga ik dus vandaag doen. Dus... helemaal blij mee. En als ik deze bomber aan heb, moet ik altijd zo aan Marjolein zeggen. Aan Roosmarijn denk je, oh, dit is echt zo leuk. Zo'n bomber, dat is echt ook iets voor haar. Dus als ik hem nou beu ben, Roosmarijn, dan krijg jij hem. Dus bij deze, weet je het alvast, als ik er niks meer mee doe, dan mag jij hem hebben. Maar voorlopig vind ik hem nog echt een beetje te leuk. Ik vind hem zo grappig. Als ik hem aan heb, dan ben ik altijd blij en vrolijk. Nou, dit was mijn week weer deze week. Dank jullie wel voor de duimpjes, voor de likes, voor de abonnees. Oh, echt, ik zit nu echt te wachten van, wanneer zijn het er 2000? Als er 2000 zijn, als dit filmpje uitkomt, dan maak ik het hiervoor. Maak ik het zo dat de taart van de HEMA er nog bij zit. Het is veel te leuk om dat te doen. Maar anders, dan komt het over een paar weken wel. Dat komt sowieso, dat kan niet missen of dat komt. Dank jullie wel voor alles. Heel blij mee. Voor alle leuke ideeën. Heel blij mee. Heb je een idee, een voorstel? Laat me maar weten. Ik vind eigenlijk bijna alles leuk. En ik doe mee. 9 van de 10 keer doe ik mee, zeg maar. Maar ik hoop dat jullie een hele leuke week hebben. Een leuke zomer hebben. Ondanks een beetje grauw en druilerig weer. Maakt niet uit. Oh, dat had ik natuurlijk bij moeten vertellen. Deze week was een hele week... grijzig, grauwig, ongeveer 20 graden. Nat soms, ja, nou ja, oké. Miezerig weer een beetje. Maar oké, dat mag de pret niet drukken. Ik zie jullie graag weer volgende week met een nieuw verhaal, een nieuw idee. En wie weet wat ik dan weer te vertellen heb. Oké, dank jullie wel. Dag.